Goedendag. Kijk naar de weerswachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietbeelden zien we dat de bewolking overheerst vandaag in Nederland. Veel bewolking, vooral in het westen van het land. In het zuidoosten, oosten en noorden waren er wat vaker opklaringen. Daar liep de temperatuur toch nog op naar zo'n 17 tot lokaal zelfs 20 graden. Die 20 graden werd bereikt in het oosten van Brabant en noorden van Limburg. Dat zijn vaak de warmste regio's van Nederland. Uit de wolken viel ook buien en dat houden we vanavond ook. kan nog steeds een lokale bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Halverwege de avond is het de graad al 14 en in de loop van de nacht daalt het kwik dan tot rond 9 graden. De kans op een bui neemt vanavond wel af, dan komen wat bredere opklaringen. Mist gaat er niet ontstaan, want de Zuidwestenwind is 3 tot 5 per voor. En bij een dusdanige windsnelheid kan er geen mist ontstaan. Morgenochtend dus heldere omstandigheden. De zon schijnt in een groot deel van het land. En tijdens de ochtendspits staat de zon natuurlijk nog laag. Dus zorg dan even voor een zonnebril. En verder houden we eigenlijk een rustig weertype. In het westen en noordwesten opnieuw de meeste wolken. Daar minder zonneschijn. En daar kan nog steeds een enkel buitje vallen. Maar ook daar overheerst het droge weer. 15 graden in het noordwesten. Geen 20 graden meer in Limburg, maar een graad of 17. Kijken we dan naar het weer voor de komende dagen, dan zien we dat het toch vooral wisselvallig is. In de nacht van dinsdag op woensdag trekt er een buiengebied over Nederland, die buien trekken woensdagochtend weg, daarna breekt de zon door, en dan in de avonduren verwacht ik opnieuw regen. Donderdag en vrijdag is het ook wisselvallig weer, maar hele grote regenhoeveelheden lijken er niet te komen. Temperaturen bij dit alles zo rond de 16 graden. In het weekend wordt het mogelijk wat zachter. Dat zien we ook hier in deze 15-daagse grafiek terug. Vooral op zondag en maandag kruipt de temperatuur richting de 20 graden. Om daarna weer te dalen. En ook dan blijft het wisselvallig weer. Normaal voor deze tijd van het jaar is een middagtemperatuur van 16 graden. Dus van koud weer kunnen we zeker niet spreken. En dus een kleine toegift van de naamzomer in de loop van het weekend. Ik ben Michiel Severin.